toen ik die finish overkwam, dacht ik echt, wat is er gebeurd precies? Want nu ben ik één hier en ja, het was gewoon onwerkelijk. Ze is er nog een beetje ondersteboven van, Nikita Den Boer. Zondag werd de Haarlemse kampioen op de Londense marathon met wielen. En daar had ze niet op gerekend, aangezien ze het op moest nemen tegen de regerend wereldkampioen. Zo'n 600 meter voor de finish was ze haar voorbij en kwam het besef dat ze kon winnen. Toen dacht ik alleen maar, oké, nog meer focus erop en nog harder rijden. En toen ging ik eigenlijk nog harder rijden met nog meer adrenaline. En ja, eigenlijk toen dacht ik van, dit zou ik kunnen winnen. En daarvoor echt totaal niet. Nikita kreeg bij de prijsuitreiking een medaille en een schaal. Met London Marathon erop. En dan First Wheelchair Female 4 oktober 2020. Het ging natuurlijk allemaal een beetje coronaproof. Dus allemaal op 1,5 meter en zo. En je moest je eigen prijs pakken. Maar ja, dus voor mij was dit de eerste keer. Dus ik vond het allemaal wel leuk. En ja, niet anders dan anders. Maar normaal krijgen ze de prijs van Prins Harry. En ja, dat mocht nu natuurlijk niet. Dat is wel even jammer. Ja, nu wel. Pas 6 jaar geleden is ze begonnen met wielen. Eerst deed ze vooral de sprintafstanden. Maar uiteindelijk bleek ze beter in de middellange en lange afstanden. Ja, voor mijn carrière is dit echt wel een hele boost gegeven. De London Marathon is eigenlijk wel een van de grootste wedstrijden die je kan winnen. Met zeg maar, andere major marathons, dus New York. En ja, dit is zoveel groter dan een WK. Dus ja, ik hoop nu veel meer uitgenodigd te worden op wedstrijden natuurlijk. En veel meer marathons te kunnen gaan rijden. Met de overwinning heeft Nikita zich in 1 keer geplaatst voor de Paralympische Spelen in Tokio volgend jaar.